Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Ram. Voor de komende periode, de maand juni 2024. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus, oftewel je astral staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier nog extra kaarten op leggen. Ik ga overal dieper op in en zeker in de liefde ga ik een splitsing maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, je mag mee naar de uitbreiding, dat is dus nog een dik een half uur extra. Als je meer dan of twee of meer sterrenbeelden belangrijk vindt en regelmatig bekijkt, is het interessant om een abonnement te nemen. Voor €8,80 heb je toegang tot alle uitbreidingen en je krijgt ook de uitbreiding van de vorige of de afgelopen periode er gratis bij. Dus kijk, alle informatie vind je op mijn website www.soulsearch.be of in de beschrijving van deze video. Ik ben ook te boeken voor privé readings en de cursus introductie in het tarot is nog steeds beschikbaar, -30%. En de masterclass, de wereld van het tarot, ondersteboven, waarbij ik alle kaarten uitleg ondersteboven en heel veel verbanden leg ook tussen de kaarten. Dus het is echt wel een behoorlijke next level. Dus ben je al bekend met de tarot en wil je dieper erop ingaan en meer weten? Masterclass is €50, nog niet eens. En ook weer in video's zelf te bekijken. Goed, genoeg blabla voor mijn lieve Ram. Wat mag ik weten voor de maand juni 2024? Cadeautjes geven en ontvangen. Je bent alvast niet meer jarig, maar misschien krijg je een cadeautje uit onverwachte hoek. Voor mij deze kaart betekent vaak ook dat je mag leren ontvangen. Misschien ben je iemand die heel veel geeft, onvoorwaardelijk, en dat is heel mooi. Maar nu is het ook een tijd van te ontvangen. Er moet een balans zijn tussen wat je geeft en wat je ontvangt. Oké, okay. Leren ontvangen, cadeautjes krijgen. Wat mag ik nog weten? Belangrijkste energie. Dat is veel te veel energie. Helder alsjeblieft voor mijn lieve Ram. De maand juni 2024. Tijd om te gaan. Het is tijd om iets achter te laten. Een plek, een situatie dat ooit voldoeninggevend was, tevreden. Maar nu niet meer. Je gaat je op zoek naar je geluk. Naar nieuwe deuren die open gaan hier. Tijd om iets achter te laten. De weg ernaartoe is nog niet helemaal duidelijk. Je weet wel welke richting je opgaat. Maar de weg ernaartoe is nog een beetje wazig. Maar je weet wel dat het hier tijd is om iets achter te laten. Iets, een plek, een situatie of een persoon. Wat mag ik nou weten? Dank u. En eenzaam. Eenzaam kan een beetje de vijf van kelken energie zijn, waarbij je dus inderdaad, je kunt nog omringd zijn door mensen, maar je toch een beetje alleen voelen, niet begrepen voelen. Hier heb ik een beetje een treurende energie, dus ik kan spreken over rouw, verdriet, omdat we iets achterlaten, kan een verdriet met zich meebrengen. En misschien krijg je daarbij, als je de stap zet uit onverwachte hoek, een cadeautje of hulp die je mag aannemen. Oké. Okay. Ik heb hier een gelukkige samenloop van omstandigheden in de onderliggende energie. We gaan dan met deze doen. Deze moet weer. Goed, voor mijn lieve Ram. Wat mag ik weten voor de komende periode? Professioneel, wat mag ik weten? Dat is de belangrijkste energie voor mijn lieve Ram. Professioneel. Professioneel is dus alles wat met activiteiten te maken heeft, het doen. Dingen die we doen, dat kunnen dus ook naast het werk zijn. De 10 van pentakels en de 6 van staven. Ze komen een beetje schuin. De 10 van pentakels spreekt over een job of iets op de langere termijn dat opgebouwd is. Een legacy, een nalatenschap opbouwen. Een heel stabiel bedrijf of overvloed creërende hier. Heel veel stabiliteit. En de 6 van staven, ook hier schuin. Ik ga hem toch wel recht nemen. Alle twee zelfs. Dat kan zijn dat we hier een conflict overwinnen, een strijd overwinnen, concurrentie overwinnen. Richting overvloed en stabiliteit. Oké, de overwinning. Heel mooi. Financieel, mag ik weten? Financieel. De 9 van pentakels, die zien we graag financieel. Hier pluk je de vruchten van je eigen werk, wellicht zelfstandig. Op zijn minst onafhankelijk hier. Je bent trots tevreden met wie je bent, waar je staat. Dit heb je opgebouwd. Je mag ervan genieten. Dus geef jezelf ook een cadeautje. Ah, grappig. Beloon jezelf voor je harde werk, want je hebt het verdiend. Met de 9 van pentakels heb je heel veel stabiliteit en overvloed gecreëerd. Vanuit jezelf. Onafhankelijk.
Voor sommigen is het de onafhankelijkheid verklaren. Ik heb de 9 en de 10 van Pentakels. Dus financieel zitten jullie dit deze maand heel goed. Wat mag ik weten in een leven? Voor mijn lieve Ram. Dank u. De aas van zwaarden. Een nieuw begin. Besluitvaardigheid. De 5 van kelken. Dat eenzaam gevoel, maar ondersteboven. Oké. En de koning van Pentakels. Hier, met de 5 van kelken ondersteboven, kan het zijn dat we komen uit een rouwproces. Uit een eenzaam gevoel. We kijken hier niet met spijt naar het verleden. Hier kijk je met hoop naar de toekomst. Dus je komt uit een rouwproces. En misschien dankzij iets dat vervelend of pijnlijk is geweest, heb je nieuwe mensen leren kennen, nieuwe opportuniteiten, hoop naar de toekomst. Hier heb ik een beetje de gelukkige samenloop van omstandigheden. Dus hoop naar de toekomst. Hier kijken we naar het positieve. Het kan zijn dat we inderdaad nu kijken om ons heen en ineens zien dat we omringd zijn door mooie mensen. Nieuwe ontmoetingen. Oké. En de koning van Pentakels. Hier maakt steenbok energie. Hier een stabiel persoon, op zich wel, maar hij komt ondersteboven, dus misschien toch iets minder stabiel dan dat we denken, of dan wel. Iemand die best wel met het materiële bezig is, materialistisch kan zijn, of heel erg met zijn werk of geld, dat belangrijk vindt. Dat kan jij zijn, dat kan iemand in jouw omgeving zijn, want ik heb hier heel veel pentakels. Dus de stabiliteit en het financiële, materiële staat hier wel redelijk centraal deze maand. En de aas van zwaarden, ja, wat ik zeg, een nieuw begin. Een besluitvaardigheid. Besluiten we hier om te bezuinigen? Besluiten we hier om nieuwe mensen te leren kennen? Dat kan. Uit een rouwproces, hoop naar de toekomst. En de aas van zwaarden spreekt ook soms over een overwinning van een strijd. En die hadden we hier ook al. Je hebt hier iets heel helder. Je weet wat je wilt en je hakt de knoop door. Ik zei het in één keer goed. Onderop heb ik de 7 van kelken. Opties, dromen, mogelijkheden hebben, maar niet kunnen kiezen. Dus we hebben, en dat kan hier, want ik heb die besluitvaardigheid zeker hier in relationele sferen. Dus het kan zijn dat je aan het daten bent, meerdere mensen in je omgeving hebt. Je gaat hier heel helder hebben wie of wat het juiste is hier. Dus we komen uit een verwarring. We gaan dat met deze doen. Even kijken, professioneel. Heb ik een overwinning en van een concurrentiestrijd, een intern conflict, dan wel een conflict met mensen. En dat creëert heel veel stabiliteit. Verklaar het professionele voor mijn lieve Ram. De koningin van Pentakels, ook hier ondersteboven. Dus ik heb hier een koppel, kan het zijn. Maar de koningin van Pentakels is iemand die zich financieel afhankelijk opstelt. Dus hier inderdaad in dienst, in loondienst of dan wel een uitkering of iets. Je wordt financieel gedragen hier. Met de 7 van Pentakels. Ja. Je neemt hier de tijd om te analyseren. Wat werkt er nu wel? Wat werkt er niet? En de aas van kelken. Waar wil ik mijn energie nog in steken? Waar wil ik nog tijd in investeren? Of geld? Meestal als we analyseren is het omdat er iets niet werkt. Omdat het niet helemaal oplevert wat we hadden gewild, gehoopt. Omdat het niet de stabiliteit brengt. Weer heel veel pentakels. En ik heb daarin absolute groei deze maand, financieel. Financieel of qua stabiliteit. Dus je neemt hier de tijd om te analyseren. Misschien omdat we inderdaad een beetje onzeker zijn over een financiële stabiliteit. Afhankelijk zijn van een bepaalde situatie. Het kan zijn dat je hier de strijd overwint en toch gaat voor een bepaalde zelfstandigheid. Dat kan. Of juist om meer stabiliteit te creëren en een heel stabiel bedrijf, structuur ervoor gaat werken of erbij neemt om tot die onafhankelijkheid te komen, tot de financiële overvloed dat je wenst hier. Met de aas van kelken heb ik een nieuw begin, waar je hart sneller van klopt. Wel een bang hartje hier, want hij komt ondersteboven. Dus we zijn een beetje bang om deze stap te nemen. Bang dat we misschien onpraktisch of onrealistisch zijn hierin. En toch heb ik de overwinning. Dus ook al denk je van, ja, maar iedereen wil deze job, iedereen wil deze functie. Jij gaat dit overwinnen hier. Er is misschien een beetje ellebogenwerk. Dat is dit nieuwe begin waar je hart sneller van klopt. Gaat natuurlijk uiteraard voor iedereen anders zijn, maar wat mag ik nog weten? Voor deze aas van kelken. En vooral waarom een bang hartje? Moet je daarvoor in de schijnwerpers komen te staan?
jezelf een beetje naar voren schuiven. Want met de zes van staven kan ik spreken over applaus krijgen voor hetgene wat je doet. Aandacht krijgen, op de voorgrond staan. Verklaar de aas van kelken. Durven we dit? Ja, je durft dit. De aas van de schildknaap van kelken, de wereld. Voor sommigen kan er nieuwe liefde via het werk of nieuwe vriendschappen ontstaan hier. Met de wereld. Ja, de reden dat je bang bent voor je hart te volgen hier, is omdat het een hele nieuwe wereld voor jou is. Dus je doet de dingen hier kleine stapjes. Want misschien moet er eerst iets afgerond worden met de wereld. Je bent hier ergens geslaagd, uitgegroeid in een bepaalde situatie, een bepaalde carrière, een bepaalde fase in je leven. En het is tijd om dat af te ronden. Maar we zijn een beetje bang voor de verandering hier. Waardoor dat je bent een beetje bang om je hart te volgen. Oké, niks onmenselijks hier. En de negen van kelken. Dit is een droom die uitkomt. Je gaat je droom hier achterna. Er zit heel veel gevoel hier. Dus hier heb je of dan wel hart voor de zaak. Of is het echt iets dat, wat je voelt vanuit, van binnenuit. Van, hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Dit is het. Dit is een droom die ik had. Met de negen van kelken ondersteboven. Gewoon kleine teleurstelling. Of ben je bang dat het niet uitpakt. Ah, dat is het. Je bent bang dat het niet uitpakt zoals je had gehoopt. Zoals je dat inbeeldt. Zoals je dat droomt. Je bent bang om teleurgesteld te worden. Misschien omdat het verleden jou heeft geleerd dat als je ergens zo hard voor gaat en zo goed bij voelt, kan er alleen maar een teleurstelling volgen. Probeer dan niet te denken, ik snap het wel, maar probeer dan niet te voeden die gedachte, want dan creëer je die teleurstelling ook. Dan gaat het universum jou precies dat geven waardoor je zegt, zie je wel, ik heb toch altijd pech. Nee, dat hoeft niet. Dus voed die angst hier niet. Ga je droom achterna. Doe kleine stapjes. Dus probeer praktisch te zijn hier. In iets af te ronden en kleine stapjes richting dit nieuwe begin, want voor sommigen is dit gewoon een volledige carrière switch met de wereld. Ja, ik zeg dit omdat ik ook wel veel mensen heb die tegen een gepensioneerde leeftijd zitten. Het kan zijn dat we dat hier inderdaad een beetje aan het anticiperen zijn en een beetje bang zijn dat we ons stiekelijk gaan vervelen of dat ja, toch niet. Hier ga je toch nog analyseren. Ja, maar wat ga ik dan nog doen? Waar ga ik mijn tijd en energie nog in steken? Waar gaat mijn hart nog zelf aan kloppen? Ik heb de overwinning van deze strijd. Ik heb applaus. Ik heb overvloed en stabiliteit op de langere termijn hier. De afronding van een levensfase om je hart te volgen. Heel mooi. Goed, financieel heb ik onafhankelijkheid. Independent. Pluk de vruchten van je eigen werk hier. Verklaar de negen van pentakels. De drie van zwaarden. Ja, oké. De koningin van kelken en de twee van staven. Ja, het financiële kan natuurlijk te maken hebben met de emotionele sferen, met liefde en relaties. Of dan wel professioneel of zelfs iets totaal anders. Dus ik ga het proberen een beetje beide te interpreteren. Hier sta je in ieder geval. Je bent nieuwe dingen aan het aantrekken, aan het manifesteren. Met de twee van staven, je hebt de wereld in eigen handen. Je bent iets heel nieuws uit de comfortabele zone aan het manifesteren. Een zelfstandige activiteit, een onafhankelijkheid. Met de drie van zwaarden kan er soms inderdaad een breuk zijn hier. Of een pijnlijke situatie waar we van aan het helen zijn. Dit voor mij is al gebeurd. Of het verdriet is al aan het helen hier. En hier had ik inderdaad ook dat verdriet waar we uitkomen. Het rouwproces waar we uitkomen. Dus voor sommigen is er een breuk dat hier, waarbij we ons onafhankelijkheid verklaren. Single en wel. En toch. Ik heb je hier met de koningin van kelken. Dat kan jij zijn. Of dan wel een viskreeft, schorpioen, energie. Hier een heel liefdevol persoon. De koningin van kelken is de bemoederende energie. Is iemand die emotioneel heel veel geeft, maar soms ook te veel. En hier is, deze is recht overeind. Die weet aan wie zij haar liefde geeft en wie niet. Als ze geeft, geeft ze wel alles. Als dit professioneel is bijvoorbeeld, zou ik hier een zelfstandige activiteit kunnen hebben, maar dan eerder in de coaching, in de gezondheidszorg, in de psychologische gezondheidszorg. Dit is iemand in de verzorging, in de educatie. Dit is iemand die inderdaad de dingen vanuit het hart doet.
Dus hier, misschien aan de hand van een pijnlijke situatie, een einde van iets, een einde van een job, een breuk, een iets pijnlijks. Sta je hier open voor een nieuwe wereld? Hier ben je sterk, onafhankelijk en tegelijkertijd ook wel. Je staat ook wel open voor je hart te volgen. Even naar de liefde zien, want dat intrigeert mij wel. In de liefde hadden we dus een nieuw begin, een besluitvaardigheid hier. We hakken de knoop door. Ja. Met een koning van pentakels. En we zijn uit een rouw aan het komen. Hoop naar de toekomst, betere tijden. Hoop op hereniging, terugkeer van gevoelens. De zeven van staven. Ik heb hier iemand die heel veel grenzen stelt. Nog een aas. De aas van pentakels, dat gaan we niet doen. Ik heb de aas van pentakels ondersteboven. Dus deze beslissing, dat kan effectief aan de hand van een investering, een plan, een job dat misgaat. Of dan wel investering in een relatie dat misgaat. Waardoor we hier inderdaad zeggen van oké, we moeten hier grenzen stellen. We moeten hier misschien een beetje bezuinigen. Met de zeven van staven, we stellen grenzen. Dit spreekt ook wel over doorzettingsvermogen. Ja, er zijn obstakels op je weg. Niks wat je niet aan kan. Je staat erboven, dus we moeten hier een beetje doorzetten en vechten voor. Dat mag ik nog weten. Waarom zoveel? Ik ga dat niet doen. Helder, alsjeblieft. Ik maak nog één keer. En voor de liefde, relaties in de breedste zin van het woord. Hier hebben we dus inderdaad dat besef. Alles heeft een reden. Het heeft zo moeten zijn, want dankzij dit verdriet, iets waar we spijt van hebben gehad, heb ik wel heel veel onafhankelijkheid gecreëerd. Kan ik nu werken vanuit hart en ziel. Dus voor sommigen heb ik hier de beslissing om hard te werken aan een connectie. Heel veel tijd en energie te steken in het werk, in de pentakels. Het kan hier absoluut zijn dat we inderdaad... ik zie hier verbouwen, ik zie hier hard werken. Veel tijd en energie ergens in te steken. Ik krijg hier een beetje de energie van, dit werkt niet, dus ik doe het wel zelf. Ik kan het zelf beter, ik kan het beter alleen. En dat kan in alles, hè. Heb je een poetsvrouw? Blijkt dat hij gestolen heeft? Denk, dan doe ik het zelf wel. Even kijken. Ik wil toch even weten naar die aas van pentakels. Wat gaat hier mis? Dat kan absoluut. Ik had al heel sterk het gevoel dat... ondertussen heb ik de 7, 8, 9, 10 en de aas van pentakels. Dus deze maand staat heel erg in het teken van het materiële. Dus is dit professioneel iets dat misgaat? Dan werken we hard aan een bepaalde nieuwe stabiliteit. Nieuwe stabiliteit. Onafhankelijkheid, verklaar de aas van pentakels. Het is tijd om door te zetten, grenzen te stellen. Weten wat de moeite waard is om voor te vechten en wat niet. Verklaar de aas van pentakels. De vijf van kelken. Ja, de duivel. Hier hebben we toch wel spijt van iets. Hier heb ik verdriet, pijn, een rouwproces. Een plan, investering of relatie dat misgaat. Of mis is gegaan. Maar hier lik je je wonden en besef je van, dit heeft zo moeten zijn. Want nu weet ik wat ik wil. Weet ik waar ik mijn energie in wil steken. Weet ik waar ik aan wil werken. En dat kan inderdaad professioneel, dat er door bezuinigingen iets is dat je dus een andere kant op moet gaan. En je beseft achteraf, want je hebt de job gevonden waar je hart sneller van klopt. Denk je van, oh, dankjewel voor het feit dat ik dit contract niet verlengd is geweest. Of dat er een bezuiniging is geweest. Want nu ga ik mijn zielsmissie volgen. Met de ridder van staven. En de duivel. Voor sommigen heb ik hier een kortstondige relatie. Of tenminste, een relatie dat... Ja, waar we toch een beetje spijt van hebben. Wat een beetje toxisch was hier, ongezond. Waar we gebonden waren aan kettingen. En niet vanuit liefde, maar dus vanuit verplichtingen. Vanuit verwachtingen, vanuit... afhankelijkheid.
En ja, misschien hebben we daar spijt van en tegelijkertijd, ik zie je galopperen richting iets nieuws. Het kan hier zijn dat je inderdaad zegt van grenzen stelt tot hier en niet verder. Dit is ongezond voor mij. Dit is, het kan hier zijn dat we inderdaad een verslaving aanpakken. Oké. Okay. Het creëert wel wat angsten. Deze nieuwe stappen die we gaan zetten. De beslissing die we hier nemen. Het kan zijn dat we hier inderdaad een beetje afstand nemen van mensen die niet willen groeien, niet willen leren. Die inderdaad in een ongezonde stramien blijven. De duivel kan ook spreken over verleiding. En de ridder van staven is voor mij een beetje de player-energie. Dus hebben we hier spijt van toegegeven te hebben aan een bepaalde vorm van verleiding, in de breedste zin van het woord. Beseffen we hier wel van, het is wel nodig geweest, want daardoor kon ik knopen doorhakken. Daardoor weet ik wat ik wil, waar ik aan wil werken. Willen we nog werken aan een connectie? Dus ja, je galoppeert hier gepassioneerd vooruit na het doorbreken van een toxische situatie dat nergens naartoe leidde. En dit kan dus ook weer hier professioneel of dan wel emotioneel zijn. Het stelt heel veel grenzen. Je weet wat je waard bent. Mooie energie. Oké. Wat mag ik als advies geven? Als je je ergens eenzaam in voelt, heb ik hier zoiets van, en dat kunnen dus ook echt mensen om je heen zijn, zeg van, je laat het achter jou voor nieuwe mensen, nieuwe vriendschappen, nieuwe partner. Dat kan. Tijd om te gaan. Goed. Wat is het advies van Lieve Ram voor de komende periode? Juni 2024. Dat is genoeg advies. Ik pak die. Ik weet niet waarom. Ik voel me echt toegeleid en het zijn dus drie. En ik wil er drie. Haha. Loslaten en de dromen. De dood, schorpioen energie. Laat het verleden los, een einde dat de weg vrijmaakt voor nieuwe mogelijkheden. Tijd om verder te gaan. Tijd om te gaan. Emotioneel iets achterlaten. Een rouwproces te beëindigen hier. Iets los te laten, zodat je open kunt staan voor nieuwe dingen. En ik heb best wel wat nieuwe dingen hier. De 10 van zwaarden. De oplossing van problemen. Een last die van je schouders afvalt. Een einde van een verslaving of een medeafhankelijkheid. Van een toxische verhouding. Van een toxische situatie professioneel. Van inderdaad, een verslaving, een medeafhankelijkheid in een relatie. Het einde daarvan, de oplossing van problemen. En dan hebben we de dromer, de dwaas, ram-energie. Omhels je ware lotsbestemming. Begin een nieuw avontuur en heb vertrouwen in jezelf. Super. Het vat het mooi samen. Wat mag ik nog meegeven voor mijn lieve ram voor de komende periode? Ik ga hier dus verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Ik wil weten wie die ridder is hier. Sexy ridder wel. En waar we zo hard aan willen werken. Dus er daarin een splitsing tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus ja, mocht deze ridder in resoneren, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving. Onderneem geïnspireerde actie. We hebben Mars in Ram. Jij staat hier in je kracht de komende periode deze maand. Dat is al een tijdje gaande. Midden mei begon het al. Dus onderneem geïnspireerde actie. Onderneem iets. Ja, en dan heb ik toch een bepaalde onafhankelijkheid. En toch ook wel een stabiele structuur om jou heen, achter jou. Dus misschien wel zelfstandig, maar niet alleen. Ik weet het niet, dat voelt hier wel. Onderneem geïnspireerde actie. De volle maan in maart. Daar hadden we in maart. Dat was een eclips. Wat zeg ik nu? Dat was februari. Goed zo. Vorig jaar was het in maart vandaag. Wat mag ik nog als engelenboodschap meegeven? Positief denken. Positief denken is essentieel voor een gezond en rijk leven. Een positieve houding in combinatie met positieve overtuigingen en gedachten zijn essentiële ingrediënten voor het creëren van jouw geluk. Dus wees niet bang en denk liefde. Denk niet in, dit kan misgaan. Ik ben in het verleden altijd teleurgesteld geweest. Want dan manifesteer je dat ook.
Denk positief. Denk liefde. Hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Mijn lieve Ram, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd super blij en dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent. Deel het, abonneer je. Dit op YouTube is volledig gratis. Het abonnement is meer voor de uitbreiding als je dat wenst. Maar dus op YouTube helemaal gratis. En ik wil naar de 16.000. Ja. Dus help mij naar de 16.000. Ontzettend bedankt aan iedereen dat al heeft gedaan. Ik ga hier verder op borduren. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik wens je een magisch, positieve, ontvankelijke energie. Ontvang de cadeautjes van het universum hier. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.